Bedankt voor het applaus, mensen. Dames en heren, dank jullie wel. Vandaag ben ik hier met een gloednieuwe video. De video waar waarschijnlijk veel mensen voor jullie op gewacht hebben. Heel veel mensen hebben hierop gewacht. Vandaag ga ik kijken wat de topcomment is onder de video. Deze video. Oh, wow, daar staat de video. Wat goed. Daarin had ik besloten dat ik één iemand uit ging kiezen die een topcomment had. En die comment ging ik beantwoorden met ja of nee over hoeveel geld ik heb verdiend met kaasje. Daarnaast gaan we ook vandaag kijken naar nog wat kaasjefilmpjes, uitstekende filmpjes. Er komt weer een nieuwe update aan, mensen. Er komen weer nieuwe poppetjes. Leuke poppetjes, zeg ik het zelf. Met name voor de mensen die vaak Frank kijken. Jullie zullen ook zeker blij zijn. Serieus veel zin in. Echt leuk. Echt serieus veel zin. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe het dan zeker. Kan je beneden. We gaan nog steeds lekker. We gaan richting die 500.000 abonnees. Dat is bizar. Dat is lekker. Dat is lekker. En heb je Kaasje nog niet gedownload? Download nou die app. Download nou Kaasje. We zitten bijna op 1,5 miljoen downloads op Android en iOS samen. Dat is echt bizar in Nederland. Dat is bizar. Ik zit eraan te denken om het te proberen een Engelse versie te maken. Zodat ik het dan cheese of cheesy of little cheese noem. En dan kijken of ik in Amerika ook door kan breken met Kaasje. Die kans acht ik niet heel groot, maar we kunnen het proberen. Lijkt dat je nou leuk laat achter in de comments. Dat ik een soort van serie ga maken. Ik ga proberen in Amerika door te breken met Kaasje. Op zich wel een leuk project lijkt mij. Op zich wel lachen. Ik ben dus benieuwd. Laat dat weten. En dan gaan we eerst even kijken naar een paar mensen. Ik kwam een paar video's weer tegen. Ik heb namelijk leuke video's en minder leuke video's. Au, mijn neus. Deze gast die maakt altijd characters. En het is eigenlijk best wel lachen. Wat ik zag dus. Oh, hij gaat gewoon Kaasje spelen. Hallo, hier staat Enzo Knol en Bram Krikken maken een Kaasje. Wat, waarom is hij slot aan naakt aan het maken? Maar hij zit nu gewoon. Hij zit nu een lekker poppetje te maken. Hij is Bram Krikken aan het maken. Oh, hij heeft ook Mila Knol al gemaakt. Kabang. Best wel vet. Enge navel. Hij heeft gewoon. Nee, dit is wel echt nice. Dit is oprecht nice. Maar ik moet zeggen, dit duurt me al wel lang. Ik ben benieuwd naar het eindresultaat. Kijk nou, dat is wel goed hoor, dit. Dit is wel goed. Ben je serieus? Waarom kijkt hij alleen omhoog? Oh mijn god. Zo Knol. Knol fucking power. Dit is een enorme kind. Klopt het wat meer? Maar ik wil natuurlijk ook niet te veel die aandacht daarop gaan besteden. En dit is wat meer neutraler. Dus ja, inderdaad. Die is niet heel neutraal, die met die enorme kind. Wat de hek. Maar mensen, na al dat leuke en positieve nieuws heb ik ook minder nieuws. Zoals we weten. Ja, ik vind het een beetje moeilijk om te vertellen. Maar in de vorige Kaasje hebben we vaak zijn met één iemand. Ja, zeg maar. Is wel met ons meegegroeid met Kaasje. Ook al de speler ongeveer het meeste Kaasje gespeeld van iedereen. En om te zien dat hij nu, hij heeft een video gemaakt waar ik toch van denk, hier baal ik van. Ja, het is dus, mensen, jullie zien het hier. Daan Kanon. Onze Daan heeft inmiddels 5k abonnees. Daan, je gaat ongelooflijk lekker. Daan, je gaat echt goed. Ik stop met Kaasje. Dit vind ik verschrikkelijk. Dit vind ik persoonlijk verschrikkelijk. Vandaag is het eigenlijk een wat mindere video. Nee. Ik zit nu in Kaasje, maar waarschijnlijk gaan jullie mij niet meer zo vaak zien. Nee! De school gaat weer beginnen. Oh! Daar moet ik me echt wat meer op gaan concentreren. Dus Kaasje-video's komen eigenlijk een stuk minder. Nee! Nee, Daan! Dat is eigenlijk heel jammer. Maar ja. Echt dat tryharden. Ik ga waarschijnlijk ook nooit meer de 100 uur halen. Wat heel veel van jullie hoopten. Ja! Ik heb trouwens wel naar jullie geluisterd met de 4G en wifi uitzetten voor minder reclames. Hallo. Daan, wat zeg je nou? Waarom zeg je dit? Hallo, kijk gewoon die mokeradvertenties. Als je je reclame en wifi uitzet, krijg je ook geen highscore. Dus let erop, dan telt je highscore niet mee. Dus dat is gevaarlijk. Het is ook belangrijker dat ik niet eerst sta of zo in Kaasje en slechte cijfers haal. Dus nee. Echt focus op school. Nee. Ik heb leuke andere ideeën aan. Dus maar Daan. Ja, Daan, luister even. Je doet net alsof je Kaasje-video's maakt. En dat je daardoor, dat je 80 uur per week bent met Kaasje. Je kan er gewoon nog Kaasje spelen, Daan. En zeker bij updates bijvoorbeeld. Yes. Dan zou ik echt nog wel Kaasje blijven spelen. Oké, gelukkig. Bij update blijft hij wel spelen. Update video, als er nog updates komen in Kaasje, zal ik wel blijven. Tuurlijk komen er nog updates. Zoveel duizend Kaasjes, zoveel uur in Kaasje, dat kan helaas niet meer. Oh. Dat vind ik zelf ook heel jammer eigenlijk. Want ja, ik vond het altijd wel leuk ook die video's te maken. Ik ook, Daan. Nou, Daan, ondanks dat ik het niet met je eens ben, is het wel goed van je. School is belangrijk. Als je nou heel goed staat op school, ga dan gewoon lekker heel veel Kaasje spelen. Maar zorg wel eerst even je school aan. Ja, de hype, zeg maar, die er bij mij eerst achter zat, zal er niet meer achter zitten. Gewoon Je hebt ook wel 60 uur Kaasje gespeeld. Dat is ook wel vrij lang, moet ik zeggen. Dat is ook wel aardig lang. Ja, ik ben er heel eerlijk in. Dat is ook wel vrij lang. Update video's zullen wel blijven komen. En ik heb hele leuke video ideeën. Maar eigenlijk, ik stop met Kaasje, is dus clickbait. Eigenlijk ben je ons gewoon video clickbait gedaan. Want ik zag deze video en ik dacht, jezus. Ik dacht, mijn leven is voorbij, dacht ik. Daan, wil je me alsjeblieft nooit meer zo laten schrikken? Alsjeblieft, zeg. Jongen. Daan, jongen, dit was niet goed voor mijn hart. Moet trouwens nog iets, dit is bizar. Besef even dat Mattie heeft dus een Kaasje video gemaakt. Eentje. Die heeft. Heetste game van dit moment. 907. Die heeft morgen een miljoen views. Een Kaasje video met een miljoen views. Nou, dat vind ik schitterend. Dat vind ik absoluut schitterend. Dus, Matt, dank je. Wel. Maar ja, als ik ook zie dat Hanwee doet van ik zit in Kaasje. En die haalt 321k views. Dat is gewoon meer dan ik haal. Hallo. Wat is dit voor onzin? Oké, mensen. We gaan even naar mijn video. Dat is namelijk deze. Tietje wat Koen zegt hoeveel hij met Kaasje
verdiend. Mensen, zoals ik heb gezegd, jullie weten dit. Ik heb in video lang, lang geleden, in de allereerste kaarsvideo heb ik gezegd dat ik kaars ging starten. En zei ik van, dan ga ik zeggen hoeveel geld ik heb verdiend met kaarsje. Nou moet ik eerlijk zeggen, en dat heb ik je later ook gecomment, want wat er gebeurde, ik zei in deze video van luister, ik kan gewoon niet zeggen wat ik heb verdiend met kaarsje, want op een gegeven moment kan het gewoon niet meer. Ik wil een compromis laten, dat jullie één vraag mogen stellen en een ja of nee antwoord ik daarop en daar ben ik gewoon eerlijk in en dat ga ik doen. De topcomment geef ik antwoord op. Waar mensen daar niet mee eens zijn van ja hallo, je belooft dat je het gaat doen. En waarom zeg je dan nu ineens van nee, ik ga het niet doen. Nou, ik snap wat jullie bedoelen, want ik ben zelf altijd heel erg geweest van weet je wat, als je het zegt moet je het doen. Daar ben ik het 100% mee eens, 1000%. Op het moment dat iedereen om je heen zegt van Koen, dit is nu gewoon echt een bedrijf. Je moet gewoon niet zeggen hoeveel je verdient, want dat zeg je niet, dat doe je gewoon niet. Dan volg ik op zich wel de mensen in die dat zeggen. En mensen moeten ook begrijpen dat op een gegeven moment je veel geld hebt verdiend met iets. Dat je niet gewoon op straat kan gooien hoeveel geld je hebt verdiend, want dat is gewoon niet slim. Dat is gewoon niet slim om te doen. En dan had ik dat gecomment, want heel veel mensen hadden ook de comments verwijderden. Hey, fucka, als er één iemand helemaal niks boeit over als iemand mij uitscheldt of wat dan ook, ben ik het wel. Het maakt mij echt geen ene donder uit. Dat meen ik serieus. Het ding is, als mensen comments bewerken, en ik wist het niet, maar dat is blijkbaar zo. Als mensen comments bewerken, dan zijn ze weg voor even. En daar kan ik niks aan doen. En soms het wel, soms het niet. Maar er waren dus een paar mensen die hadden comments bewerkt, die topcomments waren. Die hadden dan erbij gezet van blijf liken of zo, weet ik veel. Maar die gingen dan even weg. En dan zeiden mensen, oh Koen, ga je topcomments verwijderen? Nee, tuurlijk niet. Ze zijn ook weer allemaal terug. Iedereen die dat heeft gezegd, biedt je excuses aan. Want ik zou dat nooit doen. Ik zou het oprecht nooit doen. Gelukkig zei wel iedereen, want die zeiden wel mensen van willen kijken. Cijfers in niks kon laten zien. Cijfers misschien kan je laten zien of je mee verdient toen je de belofte maakte. Nou ja, toen ik de belofte maakte, toen was hij één dag uit. Dus dat, ja, toen had ik 10 euro verdiend misschien of zo. Hier, wat is hier actie top comment verwijderen? Heb ik niet gedaan. Want die comment staat er gewoon. Dus Piet Hein Boot. Leugenaar. En hier, we zijn niet eens met dit compromis. Beloofd. Laat gewoon analytics zien. Ja, jongen, ik ben het eigenlijk helemaal met je eens. Ik ben het eigenlijk volledig met je eens. Ik meen het serieus. Maar soms is het gewoon niet slim. Ik heb dus gecomment van. Mijn eigen comment is nu ook weg. Want ik had dus eerst gecomment dat ik bewerkt was hij ook weg. Dit het lichaam bewerken, bla bla. Iets anders. Ik snap wat veel mensen zeggen. Dit is niet je belofte. En dat klopt. Echt wil ik zelf ook gewoon veilig over straat kunnen. Als ik 500 euro met het spel verdien, had ik het met liefde laten zien. Maar het is nu mezelf aangaan voor mijn eigen veiligheid niet meer over te zeggen. Dat vind ik zelf niet oké. Okay. Als je niet begrijpt dat je sommige dingen voor je eigen veiligheid niet kan zeggen, dan vind ik dat raar. Soms lopen dingen gewoon anders dan gepland. En dat is het gewoon. Soms lopen dingen anders dan gepland. En dat is met Kaasje ook zo geweest. Als jij mij had gezegd, Kaas wordt 1,5 miljoen keer gedaan, dan had ik gezegd, ja, hey, voel eens even lekker aan je paas uit. Dit is de meest gelijke comment, maar dit is geen ja-nee vraag, dus die ga ik dan niet beantwoorden. Hier is een comment met 6,7k, dus had ik geliked, maar ik dan dacht van, dan kan ik hem terugvinden. Maar er is één comment meer, dus we moeten niet te hoog inzetten. Koen, je hebt hier meer dan 25.000 euro winst gemaakt met Kaasje. Dat was de ene hoogste volgens mij, en dan de hoogste was, hier is de topcomment. Hoeveel heb je verdiend? Antwoorden, 1 tot 5k, ja van 1 seconde. Dit was, ja, ik moet zeggen, want dit was dus die comment waar iemand zei van, je hebt hem verwijderd, omdat die originele manier. Want ik had dit niet verwacht, dat iemand dit zou doen. En dit is een hele slimme manier, dit is een hele slimme comment. En dit is een topcomment, hier staat zeg maar dus, hoeveel je moet verdienen. Iedereen zei ook tante slim. Iemand zegt nee, want als je ja zegt, boeit niks, dan gaat het niet aan de tijd houden. Ja, zit op zich wat in. Had ik niet hoeven doen, maar ik ga het wel doen. Maar dit is een slimme comment en ik heb hem niet verwijderd. Dus iedereen die dat heeft gezegd, krijg wat aan je lip. Ik zit te kijken, 1 tot 5k, 5 tot 10k, 10 tot 15k, 15 tot 20k, 20 tot 25, 15 tot 30, 30 tot 35, 40. Mensen, ik ga niet 20 seconden iets zeggen, maar het is 20 seconden. Nee. En ik hoop dat iedereen nu ook begrijpt dat ik voor de rest niet kan zeggen hoeveel ik er precies mee verdiend heb. Want dat zou nergens op slaan. Ik hoop dat jullie nu eindelijk weten. Ja, hoe en wat. Maar het is echt veel. Het is echt veel. En daar ben ik echt heel erg blij mee natuurlijk. Haha, dikke vette saaf. Nee, dus nu ga ik de helft graag geven aan het goede doel. Nee, maar jullie moeten begrijpen. Ik heb een app bedacht en laten maken met iemand anders. En en wat er allemaal is gebeurd, ik heb geen flauw idee. Het is echt bizar gegaan. Het is 1,5 miljoen keer gedownload. Het is hartstikke bizar. Het is enorm. 100.000 mensen per dag spelen nog steeds. Het wordt alleen maar groter. Het wordt letterlijk alleen nog maar groter. Dat ga ik nu even emotioneel doen. Dank jullie wel daarvoor. En voor de rest hoop ik dat jullie allemaal lekker blijven hutsen. Dus mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Deze video keek ik zelf best wel tegenop. Want ik wil het eigenlijk helemaal niet vertellen. Want ik vind het helemaal niet chill eigenlijk om over geld te hebben. Maar ja, wat ik zei, ik dacht ik maak die app. 1000 mensen downloaden. Ik verdien 200 euro, 500 euro. En dan zeg ik dat. Leuk. Heb ik 2 leuke video's. Prima. Maar toen gebeurde dit. Ja, had ik zelf ook absoluut niet verwacht. Dus in ieder geval, mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk vinden jullie mij allemaal nog steeds lief en leuk. Ik vind jullie ook nog steeds lief en leuk. Bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal. Like deze video. En dan zie ik jullie graag bij de volgende video. Ik zeg de groeten. Paren in de week, week, week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban. Nee, ik hoef geen Cartier. Paren in de week, week, week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban.